Happy birthday to me, happy birthday to me. Ja mensen, welkom bij een nieuwe video op de Rolling Bear die 1 jaar is geworden. Precies 1 jaar terug begon dit kanaal. En in deze video neem ik jullie mee doorheen het jaar eigenlijk, ja. Nou goed, het begon op 1 mei 2017 met de eerste upload hier. Met nog de oude intro. Ja, wie kent hem nog? Wie was toen al geabonneerd? Ja, de Rolling Bear moest eigenlijk een kanaal worden met reviews van kermissen en zwembaden. Maar er was ook public transport. Dat was hier Trainspotting Zwolle, de eerste upload op dit kanaal. Met de DM90 nog, die nu ondertussen al historisch is. Uiteindelijk kwamen er zelf filmpjes bij van hotels en restaurants. Met hier Royal Wings Antalya. Goed, we gaan een beetje awards doen mensen met de best bekeken video. Daar beginnen we mee. Het Oktoberfest in Moegen. Na 1 jaar is het dan de best bekeken video. 2017. En het filmpje is ook gelijk de meest bekeken attractielijst op dit kanaal. Filmpjes 11.514 keer bekeken en goed voor een kijktijd van bijna 25.000 minuten. Is ook gelijk het meest gedeelde filmpje met 67 deelacties. De meest bekeken review mensen, welke zou dat zijn hè? Ja, het is een beetje raar, maar het is een hele kleine kermis, Heino. Ja, onder andere de street dance stond er nog, van de Wiel, de oude. Dus zijn de gondels vernieuwd. Hier hebben we de street dance staan, de eerste keer dat ik hem tegenkom. Filmpje is goed voor net geen 700 views binnen het jaar. En heeft een kijktijd van 1784 minuten. Het filmpje heeft zelfs nog de lage bitrate snelheid die sinds een tijdje op punt staat. Het meest bekeken filmpje in de categorie Public Transport mensen, welke zou dat zijn? Hier is die bussen in Zwolle gepost in december 2017. Goed voor bijna 800 views. Met hier de, onder andere de mooie VDL Citea. Maar er komen ook genoeg Van Hols en vooral VDL Berghof Ambassadors in voor. Het filmpje met de meeste likes. Ja, je hoort hem al komen natuurlijk. Het is niet zo heel moeilijk. Het Oktoberfest in Moegen heeft er 61 en vierde lijn. Dat maakt samen een saldo van plus 57. Wie heeft de meeste reacties gegeven? Ik heb geen idee. Maar ik weet wel op welke video de meeste reacties staan. Dat is namelijk een attractielijst. En dat is er eentje van dit jaar van Tilburg. Belooft een mooie editie te worden mensen. Met de reactor onder andere. En de Goldmine Tower. 11 reacties zijn er gepost op dit filmpje. De meeste op dit kanaal. 21 als je die van mezelf erbij rekent zelfs. Wat brengt Rolling Bear nog in de toekomst mensen? Ja, het concept van de reviews dat blijft. Tenminste van kermissen en zwembaden. Hotels, restaurants die waren al wat naar de achtergrond gedrukt. Ook offrides en public transport zal nu iets minder aan beurt komen. En de focus zal eigenlijk vooral liggen op reviews van kermissen, pretparken, zwembaden en daarnaast nog attractielijsten. Nou, dit was de video mensen. Zo zijn jullie weer een beetje bij wat er het eerste jaar is gebeurd. Ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Like, deel de video en vooral abonneer. En dan gaan wij verder Road to 1000. Ik zie jullie weer terug bij een volgende review van kermis, zwembad of pretpark. Tot dan!